Hey guys, we gaan met jullie vandaag. Hey guys, we gaan met jullie vandaag doen. We zitten 5, ik ben Wouter. Hoe gaat. Ja, alles. Ja, dat. Laten we gewoon mee doen. Oké, okay, ik heb net. Ik heb sinds de vorige video. Heb ik heel erg zitten nadenken over wat we gaan doen. Ik ga nu even next turn. Ik heb een tactiek gemaakt. Eerst gaan we een iets groter leger maken, omdat ik dat leuk vind. Weet je, dan hebben we meer ook te doen. En dan kunnen we ook meer van de wereld gaan ontdekken. Dan. Gaan we meer steden maken. Echt best wel wat steden. Daarom heb ik nog steeds een nieuwe naam nodig. Voor deze twee steden heb ik een redelijke naam bedacht. Gewoon zelf. Want jullie kwamen niet met de beste steden. Sorry, het is niks zeggen jullie. Maar jullie kunnen nog steeds. Jullie hebben nog steeds de kans. Want voor welke stad dan ook in de toekomst hebben we een naam nodig. Dus ja, deze werker gaat hierheen. Die gaat hier even werken. Dat hebben we ook nodig. Oké, laten we beginnen met renamen. Deze heet... Science-stad. En dan kan je verwachten. Ik weet waar ze horen waarschijnlijk geen spaties tussen, maar ik vind het leuk. En wat ik leuk vind, ik heb ook. Je kan hier, dat kun je niet zien, maar je kan focus doen. Je kan je focussen zodat hij meer voedsel gaat produceren, meer productie, meer goud, meer science, meer cultuur, meer grote personen en meer geloof. Science-stad, gaan we dat op science doen? Op welke staat. TJ City op dit moment, even kijken. Staat ook default, ja. Een gamestad, ja, er is niet echt iets van, ja, dit is game. Maar laten we zeggen, er zijn heel veel grote game-YouTubers die geld verdienen. Dus deze noemen we op geld. Zo. En zo doen we dat dus, en nu hebben we heel veel geld. En ook heel veel science. We doen het echt goed, hoor. Laten we met jou een... karavaan maken. Boom. En jij mag... Jij gaat een water... watermolen maken. Ik wil echt deze diamanten hebben, dus we moeten echt uit gaan breiden totdat we diamanten hebben. Want dat levert geld op, kijk. 3 geld. Ik zit denk aan hier een stad sticht of zo, weet je wel? Daar. Of nee, hier aan het water. Hier een stad. Daar een stad. Ja. Dat gaan we doen. We gaan researchen. Zullen we geld? Nee, we hebben nu net al geld. Deze moeten we nog steeds. Deze is echt heel erg nodig benodigd. We hebben nog steeds paarden hier. Waar zijn nog meer paarden? Wij willen paarden. Oeh, we zitten hier bijna bij 6 ijzer. Wij moeten het eerder krijgen dan zij, dus we gaan even dit kopen. Sorry, ik kost geld, maar boom. Nu hebben wij het, dankjewel. Science stad wordt groot, hoor. Ik hou van Science stad. TJ City is mooi, Game stad. Game stad doet helemaal niks. Game stad gaat echt naar de kloten. Nee, we gaan Game stad redden. Hè, jongens? Game stad redden voor... Dat doen we, ja. Waarom zijn we hier een farm beginnen te maken, terwijl hier te gaan... Oh, dat hadden we toen nog niet. Ik snap hem weer. Ben ik slim. Embassy, ja, ik wil weten waar de Arabia dingen zit. Oh, die zit hier. Boom. Mekka. Oh, die heeft hier... Hè? Die heeft hier al een stad. En hier nou ook? Ik weet niet. Ik ben echt heel erg dom. Volgens mij heb ik wel de meeste steden. Maar ja. We moeten deze twee nog connecten. Dan hebben we veel beter. Dus we moeten zo meteen ook echt een worker hebben die wegen gaat aanleggen hier tussen. Tussen alle steden. Choose a great person. Wie nemen we? Deze natuurlijk. Grote wetenschapper. Oh, wel een TJ City. Nou ja, let's go. Deze gaan nog even slapen. Dan gaan we zo meteen echt een technologie waar we heel erg lang over doen om te doen. Gaan we in één keer bam. Gedaan. Iemand heeft al een religie gemaakt. Als ze maar niet mijn teken hebben. Ik heb altijd één teken wat ik redelijk vind. Weet je, dat lijkt een beetje op het logo. Dus die willen we gaan nemen voor ons geloof. Heeft iemand nog een betere naam? Niemand heeft echt een goede naam genomen. Guilds. En dan... Boom. Kijk, nu doe ik nog maar 2 beurten. Zie je hoe goed dat werkt? Dat nu een worker gaat maken, die gaat de wegen aanleggen. Dit wordt de wegenbouwer. Meneer Wegenbouwer. Hallo, meneer Wegenbouwer. Yeah. Bent u dood? Ik wil binnenkort ook echt een Sims 4 gast-episode doen. Aflevering. Maar ja. Ja, daar heb ik nog steeds. Dat vind ik leuk. Die komt ook, denk ik, binnenkort. Hoop ik. Boom. Wij zitten echt ver voor op iedereen. Wacht even, jullie kunnen dit eens zien. Alexander is nog wel redelijk dichtbij ons. Mijn technologie, even kijken. 48 van technologie en wij 80. Ironworking kunnen deze gasten, die is sterk. En we hebben genoeg zitten voor. Wacht. We konden ook machinery. Daarmee kunnen we sneller over de road. Meestal heb ik al lang roads aangelegd voordat ik dat krijg. Nu nog niet. Nu kunnen ze echt heel snel tussen alle steden. Jongens, dit gaat echt geweldig. Ik denk dat we dit ook echt gaan winnen. Dood. Ga dood. Dood ze. Dood ze dan. Duurde lang. Wow. Boom.
Nu zitten we daar. Boom, jij gaat even hier dit gebied verdedigen. Zodat we hier een stad kunnen stichten. Choose productie. Laten we hier wetenschap. Nee, geloof. We moeten meer geloof hebben. We moeten echt het geloof op stand brengen. Geloof is awesome. Laten we hier gaan stichten. In dit gebied. Ja, boom. Hij zegt ook dat we. Hij vindt ook een goed idee dat we daar gaan stichten. Oké, wat gaan we hier maken? Hier gaan we een watermolentje bouwen ook. Wij hebben de meeste wonders van 1. En daar heb je Aruna Rashid ook 1. Dat is de Stonehenge, zag ik net. Niemand heeft al gewoon wat wonders gebouwd. Dat vind ik eigenlijk wel wonderbaarlijk. Ja, we hebben ijzer. Woehoe. Zullen we dit? Nee, dit is nog te lang. Met de casting. Boom. En kijk, deze willen we wel. Nee, die pantheon wou ik graag hebben. Meen ik serieus, die wou ik graag hebben. Dat was degene die ik wou gaan kiezen. Degene die ik iedere keer kies, maar nu niet meer. Nou. Stout. Choose productie. En dan gaan we hier een monument maken. Laten we even een route naar die Jesse die gaan maken. Ook er zitten hier mensen op de loer, dus het is een beetje gevaarlijk. Maar ja, let's go. Jij gaat maar even een bibliotheek maken, dan krijgen we er zelfs nog meer sites. We kunnen een pantheon, maar nu kunnen we toch niet meer degene... Oh, van elke weed. Daar hebben we wel heel veel van. Zullen we die doen? Het is ook wel handig. Ik denk dat we deze gaan doen. Want eten is wel, vind ik wel ook wel heel erg belangrijk eigenlijk. Sun God. Boom, next turn. Zo meteen hebben we weer een nieuwe stad. En daar hebben we nog steeds geen naam voor. De stad. Gewoon, dan hebben we science, games, game, science en de. Niet THE, weet je wel, dat is echt het echte wat voor mijn, in mijn kanaal, maar op mijn kanaal. Maar gewoon de. Ga jij maar even lekker set doen. Boom. En wat ik dan gelijk wil doen, dan wil ik gelijk even deze zilver kopen. Zodat deze niet kan krijgen, Sidon. Sorry Sidon, maar zo moet het. Oké, laten we deze veranderen naar... Boom. De stad. Dan hebben we de game science. Laat ik mijn kanaalnaam veranderen naar de game science. Klinkt fantastisch. In deze stad gaan we een granary bouwen. Voor de stad. Nee, de stad moet wel echt... Ja, de granary. Gewoon degene waar de uitspraak over ging. Uit die tijd. Weet je wel? Uit de eerste episode. Dat. Oh, we hebben weer iets gekregen van Sidon. Een katapult? Oké, jongens, dit vind ik serieus heel erg cool. Deze gaat er even uit. En deze gaat erin. Boom. Hij gaat de farm bouwen. Sidon is echt heel erg aardig. Jongens, laten we Sidon te vriend houden. Zullen we dat doen? Weet je, jongens? We kunnen zorgen dat hij weer ally is. Want nu is hij gewoon vriend. Zullen we hem weer ally maken? Kost geld, maar laten we dat doen. We moeten nog... daarvoor moeten we iets van 6 hebben. Deze. We hebben niet zoveel geld, though. Nou, we verdienen wel wat. We verdienen wel redelijk wat. We verdienen gewoon 10. Oh. Laten we dat dan niet doen. Nou, let's go. Deze speerman mag dan weer even hier gaan alerten. Katapult, alerten. Alerten. Dat is een mooi werkwoord. Alerten. Laten we weer even vrienden zijn. Ja, dat is leuk, vrienden zijn. De video wordt alweer een beetje lang. We hebben geen geld voor Sidon. Ik vind het wel heel erg vervelend. Oké, in Science Stad gaan we nu een Colosseum. Maar hoeveel happiness? We hebben genoeg happiness. Een Granary. Want Science Stad moet groter, want dan kunnen we nog meer science krijgen. Als je kijkt naar onze dinges. Zit hier een... Zijn we hier en zit hier een puntje niet van waar Drama en Poetry zit. Ik moet ook nog Theology. Oh, ik weet het niet. Theology. Zoiets. En hier kunnen we Pikeman. We kunnen bijna naar Pikeman. Dit ding is zo goed, hè. Dit ding is serieus best wel goed. Ja, hij is heel goed voor... Je moet ermee de ridders verdedigen, maar nee. Boom, boom. Kijk, deze. Dit willen we ook hebben. We kunnen gelijk ook weer veel meer verdienen. Wij gaan zo meteen ook echt diegene met de pikeman. Ik weet niet, hoe heet die? Nee, ik wil graag... Nou, dan wel. Nee, jammer. Ik wil graag geld. Ik ga niet akkoord zonder geld. Boom. Ik ga deze video ongeveer afsluiten. Als onze beurt is geweest en ik heb die afgehandeld, ga ik mee. GameStad is gegroeid. Hier moeten we, gaan we een swordsman maken. Want wij zijn bazen. Ja. Waar is onze werknemer in TGS City gebleven? Waar is die? Ja, het zal wel. Dat zal wel wat zien we allemaal in de volgende aflevering. Vonden jullie dit nou leuk? Smash het like button. Smash ook even de like button als je meer van wilt zien.
Reageer wat ik de volgende keer wil zien. Reageer welke namen we voor andere steden moeten hebben. Hier hebben we nu al die namen, sorry. Maar ja, er moeten nog meer komen, want er komen nog meer steden. Dat is deel van mijn tactiek nu, op dit moment. Ik weet niet of het goed werkt, maar ja. Dus daar moeten we nog meer voor hebben. Dus kom met namen. Abonneer als je meer van mij wilt zien. Abonneer ook even als je een heel aardig persoon bent. En dat zijn jullie allemaal. Dus ja. Ja, oké. En ik zie jullie later. Bye.